Welkom, we zijn live weer met ons programma en we zitten bij de voorzitter van de Bond bij AZ. Het personeel is in beraad, maar niet alleen het personeel, maar ook de artsen zijn in beraad. Er is daar net een persconferentie gehouden, maar wij doen een exclusief gesprek, omdat wij niet zozeer persconferenties uitzenden. Maar goed, we praten met de heer Lloyd Pool. Met hem willen wij dus dan nagaan wat er allemaal aan de hand is. Meneer Pool, welkom in onze live-uitzending. Dit is DTV. Jullie zijn in beraad. Dankjewel, meneer Hartelweek. Ja, dat klopt. We zijn in beraad. Mm-hmm. En hoe lang zijn jullie al in beraad? We zijn in feite vanaf vorige week vrijdag in beraad. Ja. Wat heeft gemaakt dat jullie dus dan in beraad zijn gegaan? Nou, wat in feite heeft gemaakt dat wij in beraad zijn gegaan, is het gevoel van onbehagen dat is ontstaan bij het personeel. Vanwege het feit dat de gezagsdragers niet serieus omgaan met de noden van het personeel. Kijk, u moet begrijpen dat wij sinds 2020 bezig zijn met de minister, de huidige minister van Volksgezondheid, om enkele zaken opgelost te krijgen. Je schrijft brieven, vaak krijg je geen antwoord. En als je op den duur antwoord krijgt, moet je aannemen van ja uit het antwoord. We zijn bezig. Intussen zijn we anderhalf jaar verder met bezig zijn. Vier van deze punten, of de vier punten waarmee wij bezig zijn met de minister zijn, ontheffingen voor een groep personeelsleden, ik denk van 200 zoveel, die naar een vaste aanstelling vragen. U weet, een vaste aanstelling is heel belangrijk. Ja. Wanneer je bij de bank komt bijvoorbeeld, wil men weten wat is je status. If you no look boom, you know man kies van lening naar bank, alleen maar omdat je geen vaste aanstelling hebt. Anders moet je naar een of ander borg gaan zoeken. Je moet ook weten wat je status is voor je pensioen en al dat soort dingen, want het werkt verder. We zijn bezig met een overlegorgaan voor personele aangelegenheden. Dat orgaan moet de directie of misschien ook de minister adviseren over het personeelsbeleid binnen het AZP in de ruimste zin des woords. U moet weten dat er eigenlijk al zo'n commissie was, een werving- en mutatiecommissie, en welke eenzijdig is ontbonden door de minister toen, de minister Ilias, maar eigenlijk op voorstel van de directeur van het Academisch Ziekenhuis en de toenmalige president-commissaris. Wij zouden sinds toen in actie gaan. Het personeel was sinds toen verhit, kan ik u aangeven, maar toen kwam COVID. Ja. En we werken met mensen, we zijn niet zo onbillig, we kennen onze verantwoordelijkheid. Waarbij we toen hebben besloten dat we in beraad gaan, maar geen algehele acties hebben gevoerd. Vanaf de komst van de minister, de huidige minister in 2020, hebben we dat ook op zijn bord gelegd, waarbij er afspraken zijn gemaakt. Ook de kwestie van SZF. Welke afspraken zijn er gemaakt? Ik geef je het zo aan. Okay. Ook de kwestie van SZF is op het bord van de minister gelegd. U weet, u bent geen onbekende, u bent in de samenleving. Momenteel, als je met de SZF pas je ergens komt, bijna je normaal vinden is. Of je moet keihard staan betalen voor medicatie. Wat wij de minister op den duur hebben gezegd, is minister, geef het personeel ook een premiumkaart. Ja toch? Met een premiumkaart kan je veel meer krijgen. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik ben verleden naar de optiek gegaan, ik moet brillen. Intussen heb ik mijn bril al. En ik heb daar gevraagd, want u weet, je krijgt een deel van SZF terug. Ja. Meneer, 300 gulden. Zo. De optiek heeft mij duidelijk aangegeven, meneer Paul, we doen het niet. Als u een premiumkaart had, dan wel. Dan begrijpt u, het ziekenhuispersoneel is toch ook een stukje waardering naar hun toe. Geef die mensen dat ding, ze verdienen het toch of verdienen ze het niet. Toch, hoe kan het zo zijn dat je in het ziekenhuis werkt, je werkt met medicatie, je dient medicatie toe. En wanneer je het zelf nodig hebt, dan heb je problemen. Toch, dus we hebben de minister gevraagd om de mensen te voorzien van een premiumkaart. Er is ook een kwestie met betrekking tot onderbezetting op de werkvloer. De afspraken zijn gemaakt, die zijn gemaakt met de minister toen. Ten aanzien van het overlegorgaan is er afgesproken dat het wordt geïnstalleerd. Weliswaar zouden we nog kijken naar de opzet ervan. Ik kan u aangeven dat hij per schrijven heeft aangegeven dat het komt. We hebben daarmee rekening gehouden. Ten aanzien van SZF heeft hij toen aangegeven dat er binnen 2 weken een oplossing zou zijn.
een oplossing nog. Wat is toen? Sinds 2020. Okay. Toch? 2021, vanaf 2020. Mm-hmm. En 2021 zijn de afspraken gemaakt toen we in beraad, nadat we in beraad zijn gegaan. Mm-hmm. Dus je moet begrijpen, we hebben het beraad opgeschort toen met het vertrouwen dat de zaken werkelijk worden aangepakt en opgelost. Dus in 2020 is de afspraak gemaakt ook ten aanzien van SZF. Ook over de ontheffingen heeft hij toen aangegeven dat binnen 3 maanden de ontheffingen geregeld zouden kunnen worden. En hij zou prioriteit geven daaraan en van de regering vragen om ook prioriteit te geven daaraan voor het academisch ziekenhuis. Ook daarover hebben wij constant moeten aanhoren of lezen van we zijn bezig. Wat wij hebben voorgesteld de laatste keren is, ik denk op 17 maart of misschien ook daarvoor in januari. U moet begrijpen dat we een aantal brieven hebben geschreven van Minasap Aladdin Data uit het hoofd morgen. Mm-hmm. Maar we hebben wel voorgesteld dat er commissies komen. Een commissie om dat van de ontheffingen eigenlijk te helpen begeleiden. Zodat ik niet meer hoor en het aan het personeel moet komen vertellen, we zijn bezig. Maar je kan de mensen geen resultaten geven van waar ligt het precies. Is dit gebeurd of is dat gebeurd? Dus wij hebben voorgesteld dat er een commissie komt om dat gedeelte op te pakken en een beetje te begeleiden. Welk ander punt? Ten aanzien van de onderbezetting was er toen afgesproken dat er een interministeriële sollicitatieronde zou komen. Wij hebben dat voorstel gedaan dat er vanuit de regering, vanuit de overheid, personeel ter beschikking wordt gesteld van het ziekenhuis, omdat de overheid, de beleidsmakers zelfs hebben aangegeven dat er een overschot is aan landsdienaren. Als je daar niet hoeft uit te geven, want je zegt akasi swaki, de kas, lantina money, dan moet het toch niet moeilijk zijn om het personeel welke wij nodig hebben, waarover de overheid werkelijk beschikt, overtollig personeel, ter beschikking te stellen van het ziekenhuis. Dus dat zijn de afspraken die wij toen hebben gemaakt met de minister en die tot op dit moment niet een resultaat hebben, een positief resultaat hebben. Het is alleen maar een kwestie van wachten. Wat ik u wel direct wil aangeven. Voordat u verder gaat, hè, de minister zegt dat hij bezig is, toch? Ja. Is het duidelijk waarmee hij bezig is? Want ik had toen begrip, toch? Weet je? Is het duidelijk waarmee hij bezig is? Waarom lukt het nog niet? Zo, dus kijk, als er duidelijkheid was, zou het personeel natuurlijk begrip tonen. Maar het enige dat je hoort is, we zijn bezig. Ik moet eerlijk zijn, toen wij in beraad waren, toen de minister hier is gekomen, heeft hij beloofd dat hij de zaken direct op gaat pakken. En na 2 dagen was RPA, dat is de Raad van Personele Aangelegenheden, de voorzitter van de raad, was in aanzet. Maar daarna hebben we ook niet echt iets meer vernomen. Ik wil me haasten om te zeggen dat wij vanmorgen een gesprek hebben gehad met de minister, omdat wij waren uitgenodigd om te praten over de brain drain. Toen heeft hij ons gevraagd om direct over de overige punten te praten. Oké, we hebben toegestemd, je wilt de oplossing. We waren in feite niet daarvoor daar. Maar je wilt de oplossing. Ja. We hebben toegestemd en we hebben erover gesproken. We moeten nog met het bestuur daarover praten en natuurlijk ook de leden. Dus de informatie uit het gesprek kan ik u niet geven. We hebben ook een schrijven ontvangen, of een sessie van een schrijven, welke is gericht naar de algemeen directeur van het ziekenhuis en dat hebben we ook nog niet besproken in bestuursverband, omdat we 11 uur binnen zijn gekomen en dan zou onze persconferentie starten. Ja, u zei er is een gesprek geweest met de minister vandaag. U gaat niet erover praten, want u moet met die bestuur nog praten erover. Maar optimistisch, ziet dat ding goed eruit? Ik wil niet zeggen dat het er niet goed uitziet of wel goed uitziet. Soms is het, wat is het gevoel bij het personeel die intussen is aangewakkerd. Mm-hmm. Toch? Dus ik wil nog geen antwoord daarop geven. Ja. Over die andere brief, hè, want in het vorige gesprek heb ik u al zo'n beetje verteld over een brief die wij ook hebben gehad. Die dus dan nu bij de verschillende bonden binnen de zorg is. Weet je, dat er een algemene loonreeks komt voor iedereen. Dus dat niet dat AZP alleen gaat onderhandelen voor iets, maar dat jullie gezamenlijk tot een loonreeks komen. Hoe kijkt u tegen die ontwikkeling? Dus kijk, u zegt maar wat de inhoud van het schrijven is. U heeft het nog niet gelezen? Ik heb het nog niet doorgenomen, maar
Om duidelijk te zijn, kijk, we zijn er niet tegen dat het, heeft u, wacht, u zegt algemeen, bedoelt u algemeen voor het zorgpersoneel of de hele ambtenaren? Nee, zorgpersoneel. Oh, want we moeten duidelijk zijn. Ja, zorgpersoneel. Kijk, de mensen, het personeel van andere instellingen, is ook zorgpersoneel. Zijn ook nog steeds binnen VISO. Moeten ook uitgelegd worden. De mensen hebben zich ook ingezet, toch, tijdens de hele COVID-situatie. Dus als de mensen ook eruit moeten komen, daarover is er geen punt van kijf. Nu zouden we weliswaar bezig met dat van AZ en we willen dat van AZ bespreken. Ik kan niet bepalen voor de andere ziekenhuizen, de bonden enzovoorts, wat zij willen doen. Wij hebben hier een compromis gesloten met de directeur. Het is nu op het bord van de regering en daarover gaan wij praten. Wat is de understanding met de andere bonden? Hoezo? Hebben jullie een goede samenwerking met de andere ziekenhuisbonden? Dus kijk, en, ik kan wel praten over een goede samenwerking, ja. Je moet weten, in het begin, wij hebben ook gewerkt aan loonreeksen. We hebben ook een federatie, ik denk dat u dat ook weet. Wij hebben gewerkt samen met PCS, de bond van PCS en de bond van MMC aan een voorstel loonreeks toen. Er zijn andere ontwikkelingen ontstaan, want toen kwam die verhoging van CLO enzovoorts, waardoor we dat ook toen niet meer hebben ingediend. Maar in het ziekenhuis zijn er ook andere ontwikkelingen. Bij ons gaat het niet slechts over die loonreeks. Toch? Bij ons gaat het over meer. Er zijn meer functies in het ziekenhuis. Functies die nog beschreven moeten worden of net zijn beschreven en gewaardeerd moeten worden, gewogen moeten worden. Dus dat is de situatie. Maar als we een goede samenwerking hebben, nou, ik heb geen slechte samenwerking. Ook met dat van Slans, Marwina ziekenhuis, Wanika ziekenhuis. Tot zover wij hier zitten, hebben we ook samengewerkt met de heer Edam. Want de heer Edam is voorzitter van de bond bij Slans, Wanika en Marwina. Ja, toch? Ja. Ook met hem hebben we gezeten ten aanzien van de loonreeks. En ook hij is er voorstander van dat het personeel uit VISO stapt. En zover ik het weet, heeft hij ook een loonreeks ingediend bij Slans. Het inhoudelijke ervan zou hij u moeten aangeven. Oké, okay. Want nu naar de arts. Want de artsen die zijn ook in beraad. Mevrouw Mohan, de artsen zijn in beraad. Wat zijn de problemen? Nou, de problemen zijn enorm. Meneer Pool heeft er iets aangegeven. Mm-hmm. Wat wij niet kunnen begrijpen is dus dat men het zover heeft laten komen. We zijn al reeds geruime tijd bezig aan de bel te trekken. Ja. Zonder enige oplossing. En dat heeft dus nu geleid tot dat we in beraad moeten. Ja. Er is geen andere oplossing. Ja. Er komt geen andere oplossing. Wat zijn de specifieke dingen die jullie meemaken? Specifiek, in welk zin bedoelt u? Dus op de werkvloer, waarom jullie dus dan ook zeggen van, weet je? A is er niet en dan moet ik gaan kijken met welke medicijn ik een cliënt, een zorgvrager moet behandelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hechtmateriaal is er niet, je hebt bijvoorbeeld hechtmateriaal A nodig, het is er niet, dan moet je kijken wat er is. En dat moeten wij dus dan op de werkvloer doen, improviseren. We moeten improviseren en werken met gevolgen en consequenties voor de zorgvrager. Ja, 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 ja. En hoe lang doen jullie dat al op deze manier? Al langer dan een jaar. Ja. En dan heb je nog dus die COVID-pandemie die nog een druk op je legt. Personeel dat wegtrekt, collega's die weggetrokken zijn. Dus je moet diensten opvangen omdat je het ziekenhuis draaiende moet houden. Het gaat er nu gewoon om dat het is niet één ding alleen. Het is gewoon het totaal ding. Materiaal, personeel. Heel wat dingen die gewoon niet goed zijn. Ja, ja, ja. En dat moet gewoon aangepakt worden. Ja, jullie blijven in beraad totdat die zaken aangepakt zijn? Nou, er is een plan uitgezet. Mm-hmm. We zijn sinds gisteren dus in beraad. Dat is dus gisteren verscherpt. Het is van 12 uur tot 3 uur. Mm-hmm. Onder minimale bezetting. Voor de SEH code 1 en 2 alleen. En morgen gaan we dus om 8 uur een ALV houden. Samen met dus de bond. En dan wordt daar besloten hoe en wat verder. Okay. Meneer Pool, Het model, het actiemodel, de arts heeft zo'n beetje erover gesproken, maar wat is het model zelf dat jullie hanteren? Dus kijk, ik moet u nog een stuk van het verhaal geven. Okay. Wij hebben een brief gestuurd, ik zal die andere brieven voor het gemak even erbuiten laten. Mm-hmm. Wij hebben toen, ik denk 9 maart, een brief gestuurd samen met de artsen naar de directeur van het ziekenhuis om te vragen wat de status is van de loonreeks, want wij willen garantie dat het wordt uitbetaald.
Er is toen geen antwoord gekomen. En de directeur moest natuurlijk ook wachten op antwoord van de minister, volgens wat ik heb begrepen toen. Wij hebben toen besloten in beraad te gaan. Niet wij, natuurlijk de ALV. We hebben de ALV gehouden. We hebben de ALV voorgehouden wat de situatie is. Er is toen een ultimatum gesteld. En ook aan het ultimatum is er niet echt voldaan. Wij hebben vorige week donderdag gezeten op uitnodiging van de minister van Volksgezondheid met de clusterministers. Waar wij afspraken hebben gemaakt dat wij gisteren wederom zouden zitten met betrekking tot de kwestie van de loonreeks. Dinsdag werden wij hals over kop gebeld door de directeur voor een spoedmeeting tegen 3:00 vanwege ontwikkelingen aangaande de loonreeks. Tijdens het gesprek met de directeur hebben wij vernomen dat de regering heeft aangegeven, tenminste de voorzitter van de commissie toen, dat is de heer Ramdin, ik noem hem voorzitter omdat hij de vergadering heeft geleid, en dat zij nog 7 dagen nodig hebben. U begrijpt, het personeel was toen al in beraad. Om het personeel eigenlijk aan te gaan geven nu van we zijn zonder resultaat gekomen, ik hoef niet te zeggen wat er zou gebeuren of wat er kan gebeuren. We hebben met het personeel gesproken en ze hebben toen besloten om het beraad aan te scherpen. Weliswaar rekening houdend nog steeds, zo redelijk en billig is het personeel, rekening houdend met de zieke mens. Op dit moment gaat het personeel 12:00 in beraad onder een minimale bezetting op de werkvloer en dat wordt gehanteerd tot 15:00. Ja. Wat er verder is aangegeven, als er geen duidelijkheid komt tot en met vandaag, dus gisteren en vandaag, zal het personeel zelf naar de beleidsmakers gaan, dus men zal over straat gaan, om te gaan vragen een oplossing voor de problemen waarmee wij zitten. U moet begrijpen, men praat over een loonreeks en het geeft misschien het gevoel alsof het alleen maar eigenlijk een positief zal zijn voor het personeel, maar dat klopt niet. Die loonreeks en de andere punten waarmee wij zitten zal ook een goede weerslag hebben op de samenleving. U weet, het academisch ziekenhuis is het enigste academisch ziekenhuis in het land. Het is het enigste ziekenhuis welke alle specialisaties bevat die in het land te vinden zijn. Als het niet goed gaat in het ziekenhuis, gaat het niet goed in het land. Toch? Er is geen materiaal om te werken of heel weinig materiaal om te werken. Medicatie, de arts heeft het aangegeven. De loonreeks gaat in feite gepaard met lichtdagtarieven. Dat is wat ons is aangegeven. Als de lichtdagtarieven werkelijk worden opgeschroefd, ik denk dat u de brief van NZR naar de minister en de media ook heeft gezien. Als dat plaatsvindt, dan zijn de problemen in het ziekenhuis opgelost. Ja toch? Dan komt het personeel ten goede. Het komt de patiënt ten goede. Het komt ook de regering ten goede. Want op den duur is de zorg de verantwoordelijkheid van de regering. Toch? Dus wij vragen ze om dit ding voor ons in orde te maken. Ja. En u heeft vandaag een gesprek gehad met de minister. U heeft nog niet besproken met het bestuur. Maar was de vergadering niet zodanig dat u zegt van weet je wat, we gaan nu een beetje opschorten. En dan gaan we dus dan kijken hoe we verder gaan. Heeft dat gesprek dat niet kunnen forceren? Dus kijk, eigenlijk komt u strategisch op, maar ik wil nog geen antwoord geven op die vraag. Wanneer ik heb gesproken met het personeel, met het bestuur, dan kan ik verder ingaan op die vraag. Die mogelijkheid bestaat er wel. Ik kan op dit moment geen uitspraken doen daarover. Kijk, ik kan mijn gevoel hebben. Ja toch? Maar ik weet niet wat uw gevoel is. Ik weet niet wat het gevoel van de ALV op dat moment is. Is uw gevoel? Mijn gevoel? Ja. Op dit moment, ja. Over het gesprek bedoelt u? Ja. Dat ga ik aan de ALV voorleggen morgen. En aan het bestuur straks. Veel succes. Dank u wel. Wilde u nog iets erbij toevoegen of zo? Nou, iets erbij toevoegen eigenlijk niet. Eigenlijk hebben we alles gezegd. Heeft een van jullie nog iets? Nee. U? De artsen? Nee. Dus we doen een beroep op de regering om dat wat er nu gebeurt in het ziekenhuis, om dat eigenlijk teniet te laten doen. Laten ze zich inzetten tot het maximale, laten ze prioriteit stellen aan het zorgpersoneel. Ja. Men proclameert, men zegt, ik weet niet hoe ik het moet noemen, dat het personeel belangrijk is.
verdient het personeel niet beter? Het personeel verdient toch beter? Ik zou niet op een bed willen liggen en er staat een of ander persoon, het kan zijn, niet een eerbiediger, het kan zijn een arts, een verpleegkundige of iemand anders die mij moet behandelen, die gedemotiveerd is en eigenlijk eraan denkt van Fami patu ogwa faya tamara. De mensen kunnen zich ook niet echt concentreren, ja. Toch? De mensen moeten zorg bieden hier, zorg verlenen. Maar de mensen zelf weten nog niet hoe ze hun kinderen morgen naar school gaan sturen. Alles wordt marktconform, alle tarieven. U volgt de situatie zelf. Waarom kan het salaris van het personeel niet marktconform worden? En dat vragen wij niet eens naar marktconforme salarissen. Wanneer we kijken naar Rafaxur, wat Rafaxur heeft ingediend. U weet, Rafaxur bestaat uit goed, hoe moet ik het zeggen? Bestaat uit goed ervaren vakbondsleiders. En zij hebben berekend dat de minimumloon op dit moment 11.000 SRD zou moeten zijn. Wij hebben niet gevraagd naar een minimum in het ziekenhuis van 11.000. We hebben niet gevraagd, betaal ons zoals Barbados of ergens anders in het Caribisch gebied of in Europa wordt betaald. We hebben alleen maar gevraagd, kom ons redelijk tegemoet, dat het personeel ook naar de bank kan gaan, toch, om een hypotheek te nemen. Ja, toch, dat het personeel in hun levensbehoeften kan voorzien en dat er ook arbeidsrust is op de werkvloer. Dat is wat we vragen van de beleidsmakers. Ja, toch wil ik nog een vraag stellen, meneer Pool. U weet het, als men u geeft, dan willen de andere bonden ook. En je vraagt jezelf dus dat af, want dan kijk je ook naar de regering. Hè? Zijn ze in staat dat te doen? Want geloof me, if they give you, dan komt de politiebond, dan komt dit, dan komt dit, dan komt dat. Weet je, dan heb je allerlei zaken. Is de regering in staat dat te doen? Dus kijken jullie ook naar dat punt? Dus kijk, net wat ik je zo net aangegeven. We hebben niet gevraagd naar marktconforme lonen. Dat hebben we niet gevraagd. Als we niet naar dat aspect keken, dan zouden we praten over hoe we willen marktconform betaald worden. Dat hebben we niet gedaan. Mm-hmm. We hebben aangegeven de essentiële diensten. Ik noem ze bewust essentiële diensten. Ik praat niet over beroepsgroepen, bewust niet. Maar de essentiële diensten, met uitzondering van het zorgpersoneel, zijn allemaal uit Viso, hebben allemaal hun eigen loonreeks. Die 17% loonsverhoging, die is overeengekomen tussen de regering en een deel van de vakbeweging. De minister van Financiën heeft gewoon aangegeven dat het zorgpersoneel, eigenlijk personeel van de ziekenhuizen, geen aanspraak maakt daarop. Dus eigenlijk zou u mij die vraag niet moeten stellen. U zou de regering de vraag moeten stellen, wat willen ze eigenlijk bereiken met het zorgpersoneel? Waar willen ze naartoe? Wat willen ze doen met de ziekenhuizen? Toch? De zorg, de ziekenhuizen, de arts heeft het gezegd, liggen nu zelf op de operatietafel. De regering heeft de verantwoordelijkheid om dat te regelen. Dus wij doen het beroep op de regering bij deze, om daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid op te pakken en die zaken op te lossen. En wij zijn bezig met AZP-zaken, dus we vragen, laten zij nu kijken naar het AZP. Natuurlijk gunnen wij iedereen, want iedereen heeft het moeilijk. Ook de politie heeft het moeilijk. Toch? Onze andere collega's en de andere ziekenhuizen het meest, want we zijn nergens meegenomen. Allerlei bakken, nou een probleem, meneer Harderwijk, de zorg moest kiezen van Sani. We kunnen aan dat tap nou. Ja toch? De leerkrachten hebben het ook moeilijk. Ik hoor in de media, we vernemen die dingen ook toch. Wie van de mensen is tevreden met die 17%? De politiebond, als het goed is, zit nu aan de onderhandelingstafel met de regering, omdat zij het ook niet eens zijn met die 17%. Dus de vraag van ons uit, of van u uit naar ons, moet niet zijn als de regering het gaat kunnen dragen. De regering moet redelijk en billig zijn om uiteindelijk de zorg, de positie en de waardering te geven die zij verdienen. Dat moet er gebeuren. Ja. Duidelijke taal van de bondsvoorzitter, meneer Pool, over wat de regering moet doen. We hebben gesproken over wat ze nu doen. Ze zijn in beraad. En we horen natuurlijk, als het dus dan zo blijft, of men dus dan andere stappen zal ondernemen. Maar goed, live vanuit AZ. Ik ben Gerald Harderwijk.
Met mij is Damian Borne hier in de studio Sylvenuur. Wij bedanken u voor het willen kijken. We zijn er straks weer. Dan praten wij met dokter Codriton over COVID en de maatregelen. Blijf te kijken.